Als we gaan kijken hoe de profeet sallallahu deze maand heeft genoemd. Hij heeft hem genoemd en we kennen het allemaal. En we horen het heel vaak. Hij heeft hem als een gast genoemd. Een gast die bij jou op visite komt. Allah zit niet te wachten op onze dorst en op onze honger. Allah zit op onze wacht bij u samen. Dat maar ontwikkeld tijdens deze maand. Allah subhanahu wa ta'ala zegt ook in de Koran. Ja, eeuw aladine amen. Kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah zegt hier, o jullie die geloven, hij spreekt jou als gelovige, spreekt hij aan. Want een gelovige heeft een hogere positie dan een moslim. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alameen, wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اجرني وإياكم من النار ثم أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما خليفة أنفيزك. Het onderwerp van vandaag, inshallah, is duidelijk. Het onderwerp is duidelijk voor vandaag. We zitten natuurlijk in een prachtige tijd. We zitten in de maand Ramadan. Een maand die natuurlijk nu gewoon begonnen is. Een paar weken geleden hadden we het erover dat hij eraan zou komen. En hij is er nu. Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons geëerd met de aanwezigheid van deze geweldige maand. Allah subhanahu wa ta'ala heeft jou hier getuige ervan in laten zijn. En Allah zegt in de Koran, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهَرْ فَلْيَصُمُ Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran, en wie van jullie getuige is van de maand Ramadan, laat hem er dan in vasten. En alhamdulillah zijn wij nu aan het vasten. Ja, eeuw sa'imun, o jij die vast. Alhamdulillah, wees Allah subhanahu wa ta'ala dankbaar voor deze geweldige maand, deze mooie maand, deze prachtige maand. Een maand waarvan wij superlatieven tekortkomen. Wij kunnen niet voldoende met woorden zeggen hoe mooi deze maand nou eigenlijk wel niet is. Maar in principe komt er eigenlijk dan meteen een vraag bij jezelf op. Waarom vinden wij deze maand nou zo mooi? Waarom vinden we deze maand zo geweldig? Wat is er aan de hand met deze maand die ons ertoe aanzet, hè, met de wil van Allah om te beginnen, om de hele dag niet te eten en te drinken en om in de avond naar de moskee te gaan? Waar zit het hem in? Als we gaan kijken hoe de profeet sallallahu alaihi wasallam deze maand heeft genoemd. Hij heeft hem genoemd en we kennen het allemaal en we horen het heel vaak. Hij heeft hem als een gast genoemd. Een gast die bij jou op visite komt. Iemand die bij jou op bezoek komt. En hij komt niet elke week. En hij komt niet elke maand. Nee, geliefde aanwezigen. Hij komt één keer per jaar. Hij komt jou één keer per jaar bezoeken. En dan behandelen wij natuurlijk als gastvrije mensen. Als mensen die natuurlijk hun gasten goed ontvangen, behandelen wij onze gasten op een andere manier. Wij kijken naar ze op een andere manier. Wij maken de plek waar zij gaan komen, maken wij mooi. Wij gaan die mensen, we gaan die gast ontvangen. En waarom doen wij dat nou eigenlijk, verliefde aanwezigen? Wij doen dat omdat wij weten dat deze gast iets met zich mee zal gaan brengen. Wij weten deze gast komt iets brengen wat niets of iemand anders jou zou kunnen geven. En dan ga jij bij jezelf nadenken.
Als ik de kans zou krijgen om met deze gast in gesprek te kunnen gaan, voordat hij naar mij komt. Als ik de mogelijkheid zou hebben om eventueel een telefoontje te plegen naar deze gast die straks naar mij komt, wat zou ik hem dan vragen? Ga ik hem dingen vragen die ik al heb? Nee, ik ga hem iets vragen waarvan ik zeker weet dat andere gasten die mij regelmatig bezoeken, dat zij dat niet mee kunnen, dat ze dat niet aan mij kunnen geven. Wat ga ik hem vragen? Ik ga deze gast ga ik vragen. Oh, als jij komt, neem alsjeblieft vergiffenis met je mee. Neem barmhartigheid met je mee. En als dan zeg ik ook, neem alsjeblieft vergiffenis met je mee. Ja, mijn lieve gast. Breng zorg ervoor dat ik gered word van het vuur. En dan kijken we dat er overleveringen zijn. En of ze nou correct zijn of niet helemaal correct. Maar het schijnt dat de eerste 10 dagen van Ramadan zijn de dagen van de barmhartigheid. Kijk wat deze gast nu al met zich meebrengt. Hij brengt jou dagen van barmhartigheid met zich mee. En dan zeggen we tegen die gasten de tweede 10 dagen zijn de 10 dagen van vergiffenis. Kijk eens wat deze gast met zich meebrengt. En dan zeggen we dat de laatste 10 dagen van deze gast, dat die komt, dat zijn de dagen waarin wij gered worden van het vuur. Maar is dit nou het enige geliefde aanwezige wat deze gast met zich meebrengt? Deze gast kunnen wij omschrijven als een groot plein van het goede. Het goede wat jij in jou hebt. Het goede waarvan ik zeker weet dat het in jou is. Maar dat het helaas niet altijd naar voren komt. In deze tijd brengt deze gast een gemak met zich mee. Waarin wij z'n allen het goede wat in ons is. Dat het ook naar voren gaat komen. Want wat zegt de profeet sallallahu alaihi wasallam? Hij zegt dat wanneer Ramadan aanbreekt, geliefde aanwezigen, dan zullen de shayateen geketend worden. En zullen als het ware, als we onze fantasie erop loslaten, zijn er miljoenen, miljoenen, miljoenen engelen met grote ketenen bezig om van over de gehele wereld, waar ze ook maar zijn, de shayateen die ons ertoe aanzetten om het slechte wat in ons is tevoorschijn te laten komen, zijn ze bezig om deze vaste ketenen. En zodra de maand Ramadan begint, zijn deze vastgeketend. Dus hebben wij er helemaal geen last meer van om het goede wat in ons is, om die eruit te laten komen. En we hebben er ook weinig moeite mee om het slechte wat in ons is, dat we die onderdrukken. Is voor ons geen enkel probleem. Kijk wat deze gast met zich meebrengt. Zo'n gevoel vind je in een enkele andere gast. En dan is het de bedoeling dat deze gast nog iets met zich meebrengt. Deze gast willen wij dat hij met zich meebrengt, dat het voor ons misschien wel gemakkelijk wordt gemaakt om het paradijs binnen te treden. En dat het voor ons moeilijk wordt gemaakt om misschien wel het Jahannam te betreden. Wat zegt de profeet sallallahu alaihi wasallam hierover? Hij zegt, wanneer Ramadan aanbreekt, dan zullen de poorten van het paradijs volledig geopend worden en ze blijven de hele maand open. Kijk eens hoe dit is gerealiseerd door Allah subhanahu wa ta'ala. En dan zegt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ook nog eens, en wanneer deze maand aanbreekt, dan zullen de poorten van Jahannam dicht blijven en ze zullen dicht gedaan worden en ze zullen de hele maand dicht blijven. Dat wil zeggen, geliefde aanwezigen, kansen voor open doel. Kansen voor open doel, schiet maar raak, maak maar een kleine goede daad. En hij is bij Allah subhanahu wa ta'ala, the sky is the limit qua opbrengsten. De hasanat die deze maand met zich meebrengt, zijn ongeëvenaard. Vinden in geen enkele andere maand of tijd wat er een plaats. Deze gast is gul, deze gast brengt met zich mee, geliefde aanwezigen, dat wij liefde voor Allah subhanahu wa ta'ala zullen ontwikkelen zonder dat we daar moeite voor hoeven te doen. Deze gast brengt met zich mee het mooiste wat Allah subhanahu wa ta'ala ons te bieden heeft gehad. Deze gast brengt de Koran met zich mee. Shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Geliefde aanwezigen, luister wat deze gast met zich meebrengt. Hij zegt, Allah zegt, het is de maand Ramadan waarin de Koran is neergezonden. Geliefde broeders en zusters, een Koran waarover Allah zegt, hudan linnas wa bayyinatin min al-huda. Het is leiding voor de mensen. En het is ook nog eens, de Koran zelf is een duidelijk bewijs van zijn eigen leiding. Wal furqan, en een onderscheider tussen goed en kwaad. Broeders en zusters,
Dit is niet normaal wat deze gast, wat deze maand, wat deze tijd met zich meebrengt. Sommigen hebben er een beetje tegenop gekeken. Sommigen dachten, wat moet ik doen nu de maand Ramadan eraan aan het komen is. Maar nu is deze maand er. Een maand waarin bij de Koran is door Allah is openbaard een leiding voor de mensen. En wij hebben die Koran geliefde aanwezig. Allah subhanahu wa ta'ala zegt ook in de Koran: Ya ayyuha alladhina amanu, kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. Allah zegt hier: O jullie die geloven. Hij spreekt jou. Jou als gelovige spreekt hij aan. Want een gelovige heeft een hogere positie dan een moslim. Een gelovige heeft een hogere positie dan iemand die zich onderwerpt. Een moslim is hoger dan een moslim. Iemand die zich onderwerpt kan zich onderwerpen door de situatie of doordat hij er bepaalde winst mee ziet te behalen, dan wordt hij een moslim. Maar een moslim, een gelovige, wil zeggen dat het in jouw hart zit. Het zit in jouw hart, dus Allah zegt tegen jou: het vaste is jou voorgeschreven. Dat wil zeggen, hier komt geen eind aan. Dit is verplicht door mij. Van boven de zevende hemelen heb ik het jou voorgeschreven. Net zoals ik het de mensen voor jou heb voorgeschreven. En nou komen we bij het mooie hiervan. Vasten en iman zijn horen bij elkaar. Vasten en iman horen bij elkaar, geliefde aanwezigen. Vasten en iman horen bij elkaar. En dan gaan we een eier verder, zegt Allah, shahru ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. En dan zien we hier dat de Koran en Ramadan en Koran horen bij elkaar. Vasten en iman horen bij elkaar. Faman shahida minkum ash-shahr falyasum. En wie van jullie getuige is van deze maand, laat hem er dan in vasten. Het vasten is niet zomaar. Vasten heb je iman voor nodig. Vasten heb je geloof voor nodig. Anders kun je het echt niet. Hoeveel mensen die geen moslim zijn, spreken hun verbazing uit over het feit dat wij een hele maand lang, elke dag van zonsopgang tot zonsondergang, niet eten en niet drinken en onze slechte gewoontes terzijde leggen. Wij hebben het allemaal meegemaakt dat wanneer wij met onze medelanders, met mensen uit onze samenleving spreken die geen moslim zijn, dan zeggen ze: ik vind dat zo knap van jou. En allemaal zeggen wij: dat valt wel mee, daar is helemaal niks aan. Het is voor ons een makkie. Het is voor ons alsof je gewoon zegt: ik heb een uurtje niet gegeten of een half uur. We voelen er niets van. Weet je waarom niet? Dit heeft met iman te maken. Iman die wij hebben gekregen van Allah. En die mensen helaas niet hebben gekregen. Men yahdihi Allah fala mudilla lahu. Wie door Allah subhanahu wa ta'ala geleid wordt, voor hem zal er geen dwaling zijn. Wees daar dankbaar voor. Wees ervan overtuigd dat jij tijdens deze maand Ramadan in jouw top iman bezig bent. En jij hebt het niet door. En dit is een gunst van Allah die hij jou geeft door middel van het komen van deze gast Ramadan. Ontvang deze gast met al jouw iman vast erin, zoals je nog nooit hebt gevast. Want de profeet zegt: men saama Ramadan iman en wahtisaben, ghafara lahu ma taqaddama min dhanbi. Wie van jullie vanuit iman, vanuit oprecht geloof, vast, hopende op de beloning van Allah, voor hem zullen al zijn voorgaande zonden vergeven worden. Vanuit geloof ben jij aan het vasten. Je bent niet zomaar aan het vasten. Je bent niet een of ander dier wat vastgebonden is en zijn ogen open heeft op eten en drinken en die daar om 9:30 losgelaten wordt. Zo ben jij niet. Jij bent bezig met jou het vasten. Jij bent oprecht. Ben jij aan het vasten? Iman en wahtisaben. Plus nog dat jij tijdens het vasten, hoop jij op de beloning van Allah? Hoop jij op de beloning van Allah subhanahu wa ta'ala? Wat krijg je dan? Datgene wat we net al hebben gezegd, dat deze gast met zich meebrengt. De vergiffenis van Allah subhanahu wa ta'ala. De vergiffenis van jouw zonde. Hoe mooi is het wel niet als jij dadelijk gedurende wanneer je bij Allah bent. En Allah heeft jou jouw zonde vergeven, broeders en zusters. Wie zou dat nou niet willen? Wie van ons zou nou niet willen dat zijn zonde vergeven zijn? En we weten allemaal dat wij natuurlijk zondaren zijn. De profeet sallallahu alaihi wasallam zegt ook: elke dienaar van Allah, elk mens maakt fouten. Maar de beste foutenmaker is degene die terugkeert naar Allah, die spijt heeft van zijn fouten, die bereid is om zijn handen ten hemel te heffen om Allah om vergiffenis te vragen.
Hoor jij bij die mensen of hoor jij misschien bij andere mensen die van zichzelf vinden dat ze helemaal niet van zulke fouten maken en dat de islam overdrijft en dat de profeet en dat het allemaal niet zo letterlijk genomen moet worden? Geliefde aanwezig, vergiffenis, deze gast, kijk eens wat hij weer bij zich heeft. Deze gast die blijft dadelijk maar eventjes bij ons. De tijd dat hij bij ons is maar even, want Allah zegt, ayyamun ma'dudat, maar een paar dagen. Wat zijn nou die 30 dagen of 29 dagen? Wat is dat nou op een heel jaar? Wat is dat nou? Kijk eens wat voor gevoel wij nu hebben. Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala zorgt er met zijn almacht voor. Met zijn liefde voor zijn dienaren voor. Dat wij tijdens deze maand deze prachtige dingen van onze gast ontvangen. Laten we daarom Allah dankbaar zijn dat wij getuigen zijn van deze maand. En laten wij dan ook vasten in deze maand. Hoe? Zoals de profeet ons heeft uitgelegd. Men sama ramadan en iman en wahtisaben. Laten wij vasten uit oprecht geloof. Waarom vast jij? Ik geloof dat dit van Allah komt. Ik vast niet omdat iedereen vast. Ik vast niet omdat ik uit een land kom waar ze vasten. Ik vast omdat ik erin geloof dat Allah subhanahu wa ta'ala het mij heeft voorgeschreven. En dat het goed voor mij is. En dat ik hier profijt van heb. Hier geloof ik in. Hier sta ik vast als een rots. Hier valt geen beweging in te krijgen. Hoeveel twijfel misschien iemand ook jou wil doen laten geloven dat het vasten niet goed is of wat dan ook wil. Wij zijn mensen die vasten en tegelijkertijd tijdens het hebben van die imam willen wij de beloningen ervan hebben. Sommige mensen zeggen, ja, jullie doen het alleen maar voor de beloning. Wat is daar mis mee? Ik ga toch naar mijn baas, ga ik toch werken? Doe ik het uit plezier? Inshallah wel, maar ik doe het ook omdat ik aan het eind van de maand mijn salaris krijg. Hoe leuk ik het ook op mijn werk heb, als mijn baas mijn geld niet overmaakt, dan ziet hij mij niet meer. En hier verlangen wij naar. We vragen Allah subhanahu wa ta'ala dat hij ons in staat stelt om vanuit oprecht geloof en liefde aanwezigen te vasten en hopen op de beloning. We vragen Allah subhanahu wa ta'ala om ons de intelligentie te geven om deze zaken in te zien. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. We hebben net gezegd dat het vaste geliefde aanwezigen, dat dat te maken heeft met jouw iman. Maar we zitten wel in de ramadan, want het vaste kun je ook buiten de ramadan doen, geliefde aanwezigen. Wanneer ramadan afgelopen is, je moet het maar eens een keer proberen. Probeer het maar eens, echt waar. Er is niks mooiers voor je gevoel zonder verwaand te worden, dat wanneer jij buiten de ramadan af en toe een dagje meepikt, vasten. Je krijgt een heerlijk gevoel. Weet je waarom? Jij weet dat je dan iets aan het doen bent. Wat een hele bijzondere aanbidding is bij Allah subhanahu wa ta'ala. En de beste dagen om te vasten zijn natuurlijk in de maand Ramadan. En buiten de maand Ramadan zijn er genoeg dagen waarbij je natuurlijk eventueel wat extra vasten kunt. Maar we hebben het nou over de maand Ramadan. In vasten en iman horen bij elkaar. Heb jij geloof, dan zul jij het makkelijk vinden om te vasten. En nu gaan we naar Ramadan. Ramadan en Koran horen bij elkaar, geliefde aanwezigen. Ramadan en Koran horen bij elkaar. Die zijn niet uit elkaar te krijgen. Shahru Ramadanu alladhi unzila fihi al-Qur'an. Allah zegt als eerste over de maand Ramadan. Hij zegt niet over de maand Ramadan dat het een goede maand is, een mooie maand, of dat je veel hasanat kunt krijgen, of dat iedereen moet vasten. Nee, als eerste zegt Allah hierover, het is de maand Ramadan waarin de Koran is neergezonden. En dan gaan we kijken. Deze Koran is leiding voor de mensen. Wie van jullie is op zoek naar leiding? Wie van jullie wil de hidayah van Allah? Dat willen we toch allemaal? Sla dan het boek van, van Allah open. Neem de Koran tot je. Lees de ayat die erin zitten. Bouw een relatie op met de Koran. Zorg ervoor dat de Koran jouw beste vriend wordt. Lees hem, lees hem, lees hem, lees hem, lees hem. En nogmaals, en we kunnen het niet vaak genoeg herhalen. Ook al begrijp je misschien niet helemaal wat erin staat. Alleen het feit al dat jij weet dat dit de woorden van Allah zijn. Die jij aan het zeggen bent, aan het reciteren bent. Is genoeg. Want, en het beste tijd om de Koran te lezen is in de nacht. Dus wat hebben we in de maand Ramadan? We hebben in de maand Ramadan van Allah de tarawih gekregen.
Kijk eens wat deze maat met zich meebrengt. Hij zegt, hier, Taraweeh. Jullie kunnen elke avond in mei, kunnen jullie achter de imam gaan staan. En kunnen jullie 8 rak'at en shafi'i witr 11 rak'at binden. En dan krijg jij van Allah qiyam al-layl geschreven. Als jij deze 8 rak'at plus shafi'i witr na achter de imam afmaakt, dan heb jij alsof jij de hele nacht hebt gebeden. Dan kun je naar huis gaan. Dan kun je een kopje koffie drinken of thee of wat dan ook. Je gaat zitten en het is alsof jij de hele nacht hebt gebeden. Helaas, helaas, helaas zien wij dat heel veel mensen 2 rak'at bidden, maximaal 4, en ze gaan naar beneden. En weet je wat het erge hiervan is? Dit is een gemiste kans. Het doel is leeg. De bal ligt voor je voeten. Finale, je kan hem erin schieten. En je doet het niet. Waarom niet? Omdat je denkt van het hoeft niet. Het is niet nodig. En weet je wat helemaal erg is? Als jij 2 of 4 rak'at hebt gebeden, je gaat beneden zitten, je gaat praten, dit en dat. Binnen 1 minuut zie je dat de mensen klaar zijn, allemaal naar beneden komen. Je denkt bij jezelf, waar ben ik en waar zijn hun? Wij zijn nu allebei op hetzelfde moment. Wij zijn nu allebei hier. Het enige verschil is, zij hebben van Allah de qiyam al-layl gekregen. De hele nacht is er bij hun in een boek geschreven dat ze gebeden hebben. En wat heb ik gekregen? Ik heb mijn hasanaat voor die rak'at gekregen die ik heb gebeden. He? Kijk naar wat Allah ons heeft gegeven. En wat doen wij bij de Taraweeh? Wij luisteren naar de Koran. Wij horen de Koran van de eerste ei van Fath tot de Nas, van kaf tot kaf. Luisteren wij, luisteren wij. En wat gebeurt er dan? Dan komen we op de dag des oordeels. Wanneer wij shafa'a nodig hebben, wanneer wij bemiddeling nodig hebben, wanneer wij een advocaat nodig hebben die het voor ons gaat opnemen, dan komen de Koran en het vaste komen dan naar voren. De Koran die komt, die gaat staan daar voor jou als een levend iets. En hij gaat bij Allah praten voor jou. En hij zegt tegen Allah, ja Allah, hij heeft mij in de nachten gelezen. Hij heeft zijn slaap opgegeven voor mij. En hij heeft mij gelezen en gelezen en gelezen. En hij heeft mij overdacht. En hij heeft geprobeerd de wijsheden die in mij zaten, dat hij die heeft uitgehaald. Hij heeft geprobeerd te leven naar de goede dingen die in mij zaten. Hij heeft geprobeerd. Ja Allah, wees barmhartig met hem. Ja Allah, maak het hem niet al te moeilijk. Ja Allah, er zijn genoeg. Goede redenen waarom deze persoon misschien niet helemaal goed is geweest. De Koran gaat voor jou shafa'a doen. En ook de maand Ramadan, wanneer jij dus iman en muhtisab bent, dan zegt de maand Ramadan ongeveer hetzelfde. Ja Allah, hij heeft omwille van u in mij, heeft hij het eten en het drinken en andere dingen gelaten die hij normaal gesproken wel doet. Ja Allah, wilt u barmhartig met hem zijn? Hij gaat dan excuses voor jou aandragen bij Allah subhanahu wa ta'ala, zodat de eventuele straf omgezet wordt in een beloning en dat jouw beloning omgezet wordt in een nog hogere beloning. Beste vastenden, wij moeten stilstaan bij onze daden en deze overdenken, vooral tijdens deze maand, geliefde aanwezigen, die net wat ik al zei, al het goede in zich heeft verzameld. Ga zitten. Overdenk je daden. Overdenk hetgene wat in jou is. Waarin ben jij goed? Vind jij het makkelijk om sadaqa te geven? Dan zou ik zeggen, geef sadaqa tijdens deze maand zoals je dat nog nooit hebt gegeven. Vind jij het makkelijk om in de s'nachts wakker te worden? Doe het deze maand nog meer. Waar ben jij goed in? Niet iedereen is even goed in dezelfde goede daden. Misschien heb jij moeite mee om sadaqa te geven, maar vind jij het heel makkelijk om mensen te helpen? Dan zou ik zeggen, doe dat. Doe wat je kunt. Doe hetgene wat in jou is, wat goed is. Laat het eruit komen in volle glorie. En hetgene waar jij slecht in bent, en dat weten we allemaal voor onszelf. Overdenk dat. Kijk voor jezelf, hoe ga ik het slechte wat in mij is, ga ik de kop indrukken? Ga ik proberen te veranderen? Geliefde aanwezigen, de maand Ramadan is een speciale maand. Een maand die wij niet voorbij moeten laten gaan zonder dat Allah subhanahu wa ta'ala ons heeft vergeven. Want Allah zit niet te wachten op onze dorst en op onze honger. Allah zit op ons te wachten dat wij inshallah taqwa ontwikkelen tijdens deze maand. En net wat we zeiden, het doel van het vasten. La'allakum tattaqoon. Hopelijk zullen jullie mensen zijn die taqwa hebben. Hopelijk zullen jullie mensen zijn dat wanneer zij iets slechts willen gaan doen, dat ze even gaan nadenken en een stapje terug doen en het niet doen. Hopelijk zullen jullie mensen zijn dat wanneer zij een goede daad kunnen verrichten, dat ze daar niet lui in zijn, maar dat ze het ook gelijk doen. La'allakum tattaqoon ayyaman ma'dudat.
En weet je waarom? Ik kan natuurlijk overal over gaan praten. Maar ik heb vorige week, alhamdulillah, met de wil van Allah. En de eer is voor mij dat ik hier heb mogen preken. En de eer is nogmaals voor mij dat Allah mij nu weer heeft gezet. En ik kon het overal over gaan hebben, maar ik dacht bij mezelf. Nee, ik ga mezelf eraan herinneren dat deze maand zo ongelooflijk snel voorbij gaat. En dat deze maand zoveel goeds in zich heeft. En dat deze maand zo geweldig is dat ik hem persoonlijk... Niet elke kans die je krijgt van Allah subhanahu wa ta'ala gedurende deze maand om te spreken tot mensen, zal het denk ik over de maand Ramadan gaat en de goedheid die erin zit. En het niet missen van de kans van deze maand Ramadan. Geliefde broeders en zusters, werk aan je maand Ramadan. Werk eraan. Het is de tweede dag. Alhamdulillah, hebben we nog, inshallah, 28 dagen te gaan. Het lijkt veel, maar we weten het allemaal dat het natuurlijk zo snel voorbij is. We weten allemaal dat we dadelijk over de helft heen zijn. En als we eenmaal over de helft van de maand Ramadan zijn, dan is die eigenlijk al afgelopen. Geliefde broeders en zusters, wij danken Allah subhanahu wa ta'ala dat hij ons in staat heeft gesteld om tijdens deze maand nog in leven te zijn. We danken Allah subhanahu wa ta'ala dat hij ons in staat heeft gesteld om te vasten in deze maand. Wij danken Allah subhanahu wa ta'ala voor de gezondheid die hij ons heeft gegeven om te mogen vasten. Wij danken Allah subhanahu wa ta'ala dat hij ons de slimheid heeft gegeven en het bewustwording heeft gegeven. Dat we deze maand Ramadan niet zomaar voorbij laten gaan. We vragen Allah subhanahu wa ta'ala dat alle mensen die niet kunnen vasten, dat Allah subhanahu wa ta'ala ze zal genezen. Dat ze in staat zullen worden gesteld om te vasten. We vragen Allah subhanahu wa ta'ala om ons te laten genieten van de honger en van de dorst en van de hoofdpijn en van de vermoeidheid. Die wij tijdens deze maand Ramadan ongetwijfeld zullen krijgen. En we vragen Allah subhanahu wa ta'ala om alle moeite en alle offers die wij brengen hier in de ibadah van hem, dat hij dat voor ons zal accepteren en dat hij barmhartig zal zijn met ons en dat hij onze zonden zal vergeven. En wij vragen Allah subhanahu wa ta'ala om onze broeders en zusters van over de hele wereld bij te staan die in moeilijkheden verkeren. Wij vragen Allah subhanahu wa ta'ala om de onrechtvaardigheid die er is voor elke persoon, welk geloof of ras of wat dan ook, elke persoon die onrecht wordt aangedaan, ja Allah, wij vragen aan u om die onrecht bij hem weg te halen. En wij vragen Allah subhanahu wa ta'ala om de onrecht plegers, dat zij dat ze dat niet meer gaan doen. En mochten ze dat gaan doen, dan vragen we Allah subhanahu wa ta'ala dat hij weet hoe hij daarmee omgaat. Geliefde broeders en zusters, deze maand Ramadan is een geweldige maand. Ik kan er niet over uitgepraat raken. Kijk wat voor goeds hij met zich heeft meegebracht. Een gast die dadelijk weggaat. Hij heeft nu zijn koffers neergezet en hij is cadeaus aan het uitpakken. De cadeaus voor barmhartigheid en vergiffenis en wat en het gewinnen naar en wat allemaal nog meer. Maar het hoogste cadeau die hij bij zich heeft, dat is de Koran. En de Koran is het boek waarnaar we gaan terugkeren. En we verstevigen onze band met Allah's uitleiding. En we vragen Allah's uitleiding om ons inshallah in staat te stellen om van de Koran te gaan houden zoals dat zou moeten.